Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag een heel ander soort video. Ik ga jullie namelijk meenemen naar de aquariumhobby van een andere hobbyist. Ja, vandaag gaan we kijken en praten met Bart Rossil, die helemaal gek is van garnalen binnen de hobby. Ik ben daar natuurlijk niet zo mee bezig, ik ben meer bezig met plantjes en allemaal andere kanten van de hobby. Bart heeft zich helemaal gefocust op garnalen. Hij heeft er ook enorm veel verstand van. Jullie kunnen hem wel kennen, zowel van de streams als dat hij ook actief is op de Discord server en ook binnen de aquacoaches. Onder de Patreon vervult hij de rol met mensen helpen met garnalen. Ik vond het onwijs leuk dat Bart mee wilde doen met dit idee om dus een kijkje te krijgen in zijn huiskamer. Die uitleg geeft over zijn beleving van de garnalenhobby en natuurlijk de aquariumhobby. En ook krijgen we een kijkje binnen zijn bakken, verschillende garnalenbakken. Hopelijk wordt dit een heel erg leuke en leerzame video. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in en heb enorm genoten om hiermee bezig te zijn. Bart, enorm bedankt voor het meewerken. En weet je wel, laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ja, met allereerst Bart, stel jezelf eens voor. En hoe ben je in die aquarium en ook de garnalenhobby beland? Ik ben Bart. Gefascineerd door garnalen. En ook vogels, zoals je hoort. Hoe ben ik in de hobby beland? Eerst ben ik eigenlijk met een aquarium met vissen. 25 jaar geleden had ik dat al. Maar door de jaren heen ben ik daar wel mee gestopt. Waarom? Vroeger had je bijvoorbeeld geen internet. Een kanaal zoals Nikki bestond niet. Je informatie moest je enkele uit een winkel halen. Die toen soms ook niet klopte. En enkele jaren geleden ben ik terug begonnen met dat aquarium dat je ziet in de achtergrond. Dat gaf me niet echt de voldoening die ik zocht. En ben bij garnalen gekomen. En dat geeft me enorm voldoening. En als je zou vragen waarom? Diverse soorten, kleuren. Je kunt je moeilijk fouten permitteren met garnalen. Alles moet goed zijn. Het is gewoon mijn ding. Ik ben begonnen met caridine garnalen. Dat is goed te gaan. Ben dan overgeschakeld naar Taiwan Bi. Totdat eigenlijk alles in één bak is gekomen. En dan heb ik eigenlijk echt de richting gevonden die ik wilde, dat is een neocaridina. En waarom? Omdat ze makkelijker zijn? Nee, ik vind geen enkele garnalensoort moeilijk. Als je het doet op de juiste manier, de juiste voeding geeft, de juiste mineralen toevoegt, alles wat ze nodig hebben. En als je moest vragen aan mij, wat is de ideale voeding? Dat is moeilijk te zeggen. Voor de ene is dat zo, voor de andere is dat anders. Dan moet je eigenlijk echt volledig je weg in gaan zoeken. De een zegt zo, de ander zegt zo. Eigenlijk moet je je eigen ding gaan zoeken. Je eigen weg. En dat is soms de beste. En soms kom ik ook iets tegen waarvan dat ik denk van, god, hoe is dat mogelijk dat ik dat nu tegenkom? Maar dat zijn de dingen waar dat ik uit leer. Oké, en wat zou je als tip willen geven voor garnalenhouders? Zo weinig mogelijk proberen fouten te maken, want die worden keihard afgestraft bij garnalen. De foutmarge is zeer laag. Altijd, hier bij mij draait alles op osmose, 100% osmose. Ik kan me moeilijk permitteren in België om op kraanwater. Ik kan hier geen garnalen levende houden op kraanwater. Ook leuk om te weten, wat is een uitdaging die je nog aan wil gaan met de garnalen? Heb ik nog uitdagingen? Ja, ik heb er nog zoveel. Een van de eerste die ik nu in gedachten heb, is een aquarium buiten. Regenwater, ik ga eens proberen met regenwater, mineralen. En volledig buiten laten staan. Ik weet dat het kan, ik heb het al gezien dat het kan. Maar garnalen kunnen makkelijk overleven bij zeer lage temperaturen. Onlangs had ik deze winter garnalen gekocht en bij de transport was er iets verkeerd gelopen. En die garnalen waren zeker 10 dagen onderweg geweest. Toen ik het water controleerde was het nog 7 graden toen het hier toe kwam bij mij thuis. En er was amper 1 garnaal overleden in een week tijd. Tot daaraan zie je dan toch behoorlijk sterke dieren zijn.
En iets waar ik ook wel erg benieuwd naar ben. Zijn garnalen nu ook zo verslavend als aquariumvissen? Dat een beetje verslavend is. Ik moet altijd een beetje met mijn vrouw mooi spreken om ergens een aquarium te plaatsen. Ik heb er ondertussen twee lege klaarstaan, die klaar zijn om op te starten. Ja, dat blijft maar duren. Nee. Dat is iets dat je nooit mee ten einde zei. Die. En dan nog, wat vindt / vond je eigenlijk het moeilijkst met garnalen? Een van de grootste de moeilijkheden die ik heb ondervonden bij garnalen was toen ik startte daarmee. Je bent altijd bang omdat je te weinig gaat voeren, maar je kan echt, door te veel te voeren, kom je veel problemen tegen. Toen ik ongeveer een maand bezig was met garnalen, stonk mijn aquarium. Het voer lag gewoon te rotten op de grond. En wat gebeurt er dan? Planaria kreeg je allerhande zaken die je niet moet hebben. Maar eenmaal dat je dat voer onder de knie hebt, en vooral niet te veel. Tweemaal, driemaal per week is meer dan voldoende als je die garnaal kan voorzien van bladeren. Maar ook zie ik veel voorbij komen op groepen. En ook bij Nico ook. Bijvoorbeeld mensen die broccoli geven na garnaal groepen. Maar kijk, vorig weekend zag ik nog bij een aquariumhouder van zijn 60 garnaal dat hij had, waren er 55 dood. En dat waren gewoon door een stukje broccoli in het water te leggen. Ergens iets van hef op die broccoli. Ik persoonlijk vind altijd, er zijn genoeg soorten voer die je niet moet beginnen met broccoli. Ook altijd oppassen bij garnalen. Bijvoorbeeld als je een poes in huis hebt of een hond. Als je een antivlooienmiddel toedient. Om het even wanneer je toegediend hebt, ga je met je handen in je aquarium, dan heb je zeker doden. Niks van geurkaarsen. Al die dingen die geur afgeven, verfrissers in huis, van die, alles moet je vermijden. Altijd, daarmee, met zo'n zaak moet je altijd oppassen. Maar voordat je het weet, heb je dikke problemen daarmee. Onwijs leuk om dit zo allemaal even te horen van Bart. Ik hoop dat jullie het ook leerzaam vonden. Laten we nu eens gaan kijken naar zijn aquaria en wat hij er allemaal in heeft rondzwemmen. Of ja, rondlopen eigenlijk, sinds het garnalen zijn. Hier staan we voor een bakje oranje sakura's. Dit bakje draait nu ongeveer enkele maanden. En ik moet zeggen dat dat een van mijn topbakjes is. Weinig of niks problemen mee. Dit werkt hier volledig op osmose met een luchtfilter. Ik ben hier begonnen met 15 garnalen. En zoals je kan zien is er al een fikse uitbreiding geweest. Overal waar je kan kijken zie je oranje. Het is ongelooflijk. Het is nog niet zo duidelijk te zien op foto, op video denk ik, maar het is een enorme massa. Ik heb ze net wat voer gegeven, ja, dan zijn ze zeer actief. Zoals je ondertussen kan zien, doet mijn mos het gigantisch goed. Ik heb hier nu bij mij thuis 4 garnalen aquarium staan, waar ik hetzelfde water gebruik, waar ik dezelfde plantenvoeding exact gebruik. Maar toch merk je dat het ene aquarium beter draait dan het andere. Hoe dit komt, dat is een raadsel. Maar dit is echt iets die enorm goed draait hier. Hier zit ik nu bij een bakje met blauwe saffiergarnalen. Qua kwaliteit zijn dit veruit mijn mooiste garnalen. Ik heb echt een zeer mooie lijn, zuiver, zeer zuiver. Bij deze garnalen heb ik zelf nooit gezien dat ze zwanger waren. Kun je gewoonweg niet zien. En voor ik merkte dat er kleine garnaaltjes waren, waren ze dan toch al zeker behoorlijk groot. Voor je kan opmerken.
Maar dat is echt iets waar ik zeker, zeker in verder doe in deze garnaal. Ze zijn te mooi. En zoals je hier kan merken, doet mijn mos het totaal niet goed. Dit aquarium draait op een dubbele sponsfilter die aangedreven wordt door een pad mini. Het zijn trouwens filters waar ik zeer tevreden over ben. Alles wat hier staat, in ieder aquarium staat in oxidator. Voor mij is dat een must. Hier ben ik beland bij mijn enige aquarium met Caridina garnaal. Over het algemeen zitten hier Crystal Ritsen, Taiwan Bee. Dat heb ik hier ook, zoals je kan zien. Dit aquarium heb ik recent voorzien van een nieuwe bodem. Na een jaar was mijn pH-verlagende bodem behoorlijk uitgewerkt. Merkte dat onder andere aan mijn waarden, KH en pH-waarden, die meer echt perfect waren. Nu zul je denken, hoe heb je dat vervangen van een draaiend aquarium? Wel, dat heb ik bijvoorbeeld in stukken gedaan. 1 week 10 centimeter met een dikke slang afgezogen. Bodem met water, de week erna terug 10 centimeter en altijd ongeveer 10 centimeter opschuiven tot je uiteindelijk een volledige bak hebt vernieuwd van een bodem. Hier, deze aquarium draait ook op een pad mini met een dubbele sponsfilter. Je ziet hier natuurlijk 3 sponsen, maar dat is omdat ik een nieuwe spons heb voorzien. Je ziet trouwens dat die ene spons veel zwarter is. Regelmatig van een pad mini heb je dat die sponsen durven vaak omtrekken. En dat komt als ze te vuil worden, dan vernieuw ik eens van een spons, maar laat ik die oude of die met goede bacteriën nog zeker een week of 3 staan in een aquarium. En dat werkt ook perfect. Dat is een bakje die ook behoorlijk goed draait. Weinig last mee, maar hier komen geen nieuwe garnalen meer bij. Ik weet niet, maar ik heb niet de smaak te pakken met nieuwe Caridina garnalen. Alhoewel dat daar ook tussen die Taiwan Bee garnalen echt prachtige garnalen tussen zitten. Hier zitten we voor ons laatste aquarium die pas 2 weken draait, denk ik. Maar ik wil zeggen, 2 weken voorzien is van garnalen. Dit bakje heeft zeker te 8 weken ingedraaid. Hier heb ik gekozen voor Bloody Mary garnalen. Terug heb ik iets moois kunnen op de kop tippen bij mijn verkoper in Nederland. Het is ongelooflijk, hier zitten ongeveer 40 garnalen in, maar je mag wel blij zijn als je een stuk of 15 kan opmerken. Die zijn nog vrij klein. Maar die doen het goed. En hier heb ik eens gekozen om iets anders te doen van filtering. Hier heb ik eens gekozen om met een hoekfilter te werken. Een hoeksponsfilter aangedreven door een luchtpomp. Het zeer goede aan die filter is dat hij behoorlijk goed kan verstopt worden in een hoek en weinig van uw aquarium in beslag neemt. Tot op heden draait het aquarium goed, zeer goed zelfs. Het is een klein beetje troebelder, maar ik heb vandaag een grote waterwissel gedaan, maar groot, 1/4 toch. Maar ik heb het gelukkig niet lang iemand op de kop kunnen tippen. Een vrouw trouwens waar ik binnenkort naartoe ga. Waar ik altijd een van de betere kwaliteiten kan kopen van garnalen. Ik werk ook altijd graag met een voederskan. Hier ligt iets op de grond waar mijn garnalen behoorlijk gek van zijn. Artemia pops.
Ja, en dit was dan eigenlijk Bart's garnalenwereld. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit zo eens te bekijken. Laat zeker weten in de reacties. Laat ook weten of jullie garnalen hebben. En dan ben ik eigenlijk ook wel hebben of hadden. En dan ben ik ook wel heel erg benieuwd welke soort jullie dan hadden. Nu heb ik natuurlijk ook een video gemaakt over het garnalen houden. Dus als je meer informatie wil, dan kun je die bekijken in de link hierboven. Hij zal ook in de beschrijving staan. Je kunt hem natuurlijk ook gewoon vinden op mijn kanaal. Ik vond het onwijs leuk. Ik heb ook heel erg veel geleerd van Bart als het gaat om garnalen. Dus Bart, bedankt dat je hier aan mee wilde doen. En de informatie die je sowieso aan ons allemaal altijd al verstrekt via zoveel verschillende wegen. Onwijs gaaf dat dit op deze manier kon. Kijkers, doe zeker even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Laat ook weten in de reacties, zoals ik dus net al zei. Vergeet niet te abonneren als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste content. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een volgende video of livestream op mijn kanaal. Tot snel! Doei doei!